zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Amen. Zo is dominee Renald Dossé Panza gisteren gewijd tot bisschop van de Unitas Fraterum Wereldwijde Broedergemeente. Hij is op de derde dag bij de verkiezing van de 18e provinciale synode van de Evangelische Broedergemeente in een tweede kiesronde gekozen uit 3 kandidaten. Broeder Panza neemt de plek in van bisschop Emiel Ritveld, die met emeritaat oftewel pensioen gaat. De Evangelische Broedergemeente in Suriname zal nu 2 actieve bisschoppen hebben, te weten bisschop John Kent en bisschop Renald Panza. Na zijn wijding heeft de bisschop de aanwezigen een tekst voorgehouden. De zichtbare en de onzichtbare, vult mij met uw geest. Uw geest van wijsheid. Uw geest van inzicht en kracht. Uw geest van dapperheid, liefde, doorzettingsvermogen, nederigheid. Opdat ik dit ambt mag bekleden tot lof en eer van uw naam, tot opbouw van uw kerk. Ik bid hier voor ieder die in deze dienst aanwezig is, maar ook zij vanwege omstandigheden niet hier kunnen zijn, maar het op een afstand volgen. Heer, ik bid voor ieder die een bijdrage geleverd heeft aan deze dienst. We bidden dat Gij ieder zegent. We bidden voor alle kerkelijke leiders. Renald de Sepanza, bisschop van de Unitas Fratrum Wereldwijde Broedergemeente. Hij is gisteren tijdens een plechtige ceremonie in de Grote Stadskerk gewijd tot bisschop. Panza neemt de plek in van bisschop Emiel Ritveld, die met pensioen gaat. De Evangelische Broedergemeente in Suriname heeft nu 2 actieve bisschoppen, te weten bisschop John Kent en bisschop Renald Panza.